aan de slag met de Inventors Kit van Kitronic. Je leert hoe je de breadboard moet gebruiken, hoe je de draden moet aansluiten en je maakt je eerste proefje, je eerste experiment. Eerst eens kijken wat er allemaal in zit. In de kit zit van alles. Hoop weerstanden, zitten vier drukknopjes in, allemaal ledlampjes. Let op, bij de ledlampjes heb je een lange en een korte poot, maar daar komen we nog op. Je kan een motortje aansluiten met een ventilator. Hier heb je de aansluitconnector, de motor en vaak heb je daar een transistor bij nodig. Er zit een buzzer bij om geluiden te kunnen maken. Heel veel aansluitsnoeren. In twee verschillende soorten, male-male en male-female, gaan we het straks over hebben. En een uitlegboekje. Zet de kit in elkaar zoals in het uitlegboekje staat. Hij ziet er dan straks zo uit. Ik ga je nu uitleggen hoe je alle elektronica aansluit. Je hebt geen soldeerbout nodig, je kan alles hier in de breadboard, de brulplank, steken. De breadboard bestaat uit twee gedeelten, boven en onder, en die zijn precies hetzelfde. Ik leg één gedeelte uit. Aan de onderkant, in de lengte, langs de rode draad, zijn alle aansluitingen onder het plastic met elkaar verbonden. Dat geldt ook voor die rij die erboven is. Hier kan je een stroombron op aansluiten, bijvoorbeeld een batterij of straks de microbit. Sluit de minkant met een draadje aan op deze streep en de pluskant op deze streep. Op die manier is je breadboard voorzien van voeding. Alle draden die je daarop aansluit, krijgen straks een plus- of minstroom. De korte stukjes zijn met de groen, zoals op de groene lijntjes ook met elkaar verbonden. Als je nu een ledlampje insteekt, let goed op wat de lange en de korte poot is, zoals hier op het plaatje. En verbind de lange poot met de rode kant, met de plus van de batterij. Dan is onder het plastic door de draad met de ledlamp verbonden. De min sluit je op deze manier aan. En ook daar, onder het plastic door, lopen de verbindingen naar de ledlamp. Je lampje moet het nu doen. Oké, klaar om te beginnen. Zet je microbit in de houder en sluit hem aan op de computer via de USB-kabel. Zo kan je programmeren en staat er ook meteen stroom op. Je gaat je eerste experiment doen. Je hebt nodig twee drukknopjes en een aantal draden. Je ziet die staan, male-female. Dat wil zeggen dat aan één kant een gaatje zit en aan de andere kant een pennetje. De andere draden zijn dus male-male, die hebben aan twee kanten een pennetje. Klik de drukknoppen, zoals hier op het plaatje, op de breadboard. Je gaat nu de 0 verbinden met langs de blauwe lijn van je breadboard. Hier vandaan ga je verbindingen maken naar je twee knopjes. De 0 of de aardedraad is nu verbonden met beide knopjes. Nu sluit je de 5 draad, die gelijk is aan de A-knop van je microbit, aan de andere kant van je knopje. En ook de 11 draad sluit je aan op je knopje. Kijk goed naar dit plaatje, zet hem desnoods even stil. Dan is het tijd om de microbit zelf te programmeren. Ga naar pxt.io. Of via de microbit.org site. En we gaan je eerste programma maken. Deze van weg. Geef het een nieuwe naam. In dit geval bijvoorbeeld twee knoppen. Maar je kan er ook een leuke naam voor geven, zoals Truus. We gaan een programmaatje maken dat als op A geklikt wordt en een plaatje komt en als B geklikt wordt en een tekst komt. Eigenlijk heel eenvoudig, maar het is alleen om uit te leggen hoe de knopjes werken en hoe de draden werken op je breadboard. Als op A geklikt wordt, teken bijvoorbeeld een smiley of iets anders leuks wat je wil. Bliep, bliep.
En als op B geklikt wordt, dan wil ik een tekst. Maak in dit geval Hello Kitty van. Programma downloaden. En je kopieert hem weer naar je microbit. Als je dat gedaan hebt, dan ziet je microbit er als volgt uit. Als ik op de A-knop druk, komt het plaatje. En op de B-knop komt er een tekst. Nou, de microbit werkt dat, dat weten we al. Nu gaan we kijken of we de draden goed hebben gesloten. Als ik op het linkerknopje druk, komt er een smiley. En er op de rechterknop komt er de tekst. Goed gedaan. Kijk nog even de tekening na. Volg ons het boekje. Succes.